ben gewoon half bij BH aankomen, want ze het één keer doen. Dat je kijkt naar een nieuwe aflevering KookTV Backstage. Vandaag ben ik in Amstelveen of all places. En ik ga vandaag een jonge dame Noor verrassen. Ze is 17 jaar. Ze speelt al 12 jaar viool. Ik ga namelijk bij haar aanbellen. Ik ga vertellen dat ik de viool of Holland zoek. Let's go. Ik ga gewoon aanbellen. Ik ga gewoon kijken of ze wat voor me wil spelen. Ter viooltje. Nu nog even kijken of ze open doet. Er staat een camera hier. Hallo? Hi. Alles goed? Ja. Ja? Hallo. Hoi. Ik ben Sherry-Ann en ik ben op zoek naar de Viool of Holland. Oh, god. En ja, ze mogen even binnenkomen. Okay, ja, tuurlijk. Zo, zit ik dan? Geen idee, hè? Nee. Ik ben op zoek naar de Viool of Holland. Want hoe lang speel je al viool? 12 jaar. Hoe oud ben jij? 17. Dus sinds je 5e al? Ja. Wat voor soort stijl speel je? Veel klassiek. Want dat is eigenlijk wel het leukste om te spelen op een viool. Want dat is veel uitdagender zo. Oh, nice. Maar we moeten dus een soort promofilmpje opnemen. Want ik moet jou natuurlijk zo dadelijk moet ik gaan vertellen. Ja, jullie moeten gewoon voor Noor gaan. Noor is supergoed. Want ik weet dat jij supergoed bent. Ik heb van mensen gehoord. Vraag je natuurlijk nog steeds af wie ik ben. Ik heb meegedaan naar The Voice. Oké, dat dacht ik. Ik had toen dat beugeltje en die dredjes. Oh ja, maar ik herken je naam al. Maar goed, genoeg over mij. Noor, jij moet natuurlijk ook nou een beetje je voorstellen aan de mensen thuis. Take it away. Noor heeft geen idee wat, maar het komt wel. Ik ga achter de cameraman staan. Noor staat helemaal ready. Hey. Ik ben Noor, ik ben 17 jaar. Ik speel al 12 jaar viool. I wish nothing but the best. Ik zit in 5 VWO. En ik hou heel veel van samen spelen. Ik zit in de Jeugdorkest Nederland. Daar zitten heel veel van mijn beste vrienden. Dus het is allemaal heel gezellig altijd. Ook allemaal een vet filmpje. Ga dan gewoon voor Noor en dan komt het helemaal voor de bakker. Let's do this. Yes, let's go. Ik speel een beetje de regisseur, lijkt wel, hè? Dit is de slechtste regisseur die je maar kan bedenken. Want jij denkt natuurlijk dat ik hier ben voor de Viool of Holland. Ja. Dat je net auditie hebt gedaan. Ja. Voor een heel groot publiek. Ja. Is allemaal een leugen. Nee. Ja, het is de grootste leugen die ik ever heb bedacht. Ja. Maar we gaan vandaag met z'n tweeën naar Tromgeroffel. Wij gaan naar het Concertgebouw in Amsterdam. Ja. En de rest vertelt later. Oh, ja, hallo. Zeg één keer alles een keer. Nou, pak je spullen en vergeet je viool trouwens niet. Ik heb er zin in. Ik vind het nu wel leuk. Aangekomen in Amsterdam. Yes. Oh my god. Hey, het Concertgebouw. Ja. Ready? Ja, ik ben er klaar voor. Ik ben er ook gewoon nog nooit geweest. Hebben we maar gewoon. Let's go. Welkom in het Concertgebouw. Ik ga jullie wat mooie plekjes laten zien, die niet iedereen zomaar ziet. Mm-hmm. We hebben er best veel. Ik ben heel benieuwd wat je maar wat voor spots waar bijvoorbeeld mensen niet eerder zijn geweest? Ja. We gaan bijvoorbeeld naar de dirigent antichambre. Mm-hmm. De dirigent die bereidt zich daarvoor voor het concert. En wat nog meer? Als laatste gaan we naar de koninklijke ontvangstkamer. Oh, nou gaan we heel fancy, gaan we zo. Ja, kijk, ik ben gewoon half bij BH aankomen wandelen. Je mag echt alles dragen. Ja, oké. Okay. Ik heb ook gewoon mijn spijkerbroek aan. Ja, je ziet er goed uit. Zullen we gaan? Let's go. Maar wat zit hier achter dan? Hier verblijft de dirigent en hier wordt ook heel vaak gerepeteerd voordat ze samen gaan spelen. Oh ja, dat hoor je ook, hè. Dus het zou kunnen als je heel goed luistert. Ja. Ze zitten in hun opperste concentratie. Okay. Maar misschien kan ik jullie wat andere liedjes. Ja. Heb je nog wat leuks, Iris? Ik hoorde net dat de vleugel die we opnieuw uitgezocht hebben. Nou, en dat is deze. Die hebben we een maand geleden uitgezocht. Hij is heel groot. Oh my god. Wow. Dit is de D-vleugel. Dat is een hele grote concertvleugel. Maar hij moet natuurlijk in de grote zaal iedereen kunnen bereiken. En de grote zaal is echt enorm. Keep hearing a melody that is drawing me. Geen piano spelen noemen. Zullen wij verhuilen, meneer de cameraman? Zullen we het één keer doen? Ja. Ik heb nog nooit op een steinweg gespeeld. Hij kan het hoor. Ja, hij kan het gewoon. Ik ga binnenkort in de grote zaal spelen.
Kijk, ik ben, nice. Ik ben nou ineens mevrouw de cameravrouw. Wat voel jij ervan? Ja, heel mooi. Geregeld, Siep. We moeten verder. De koninklijke ontvangstkamer die zit op een plek waarbij je eigenlijk niet denkt dat ik daar zou zitten. Het is eigenlijk een heel simpel deurtje. En hier blijft dan de koninklijke familie als ze hier naar een concert gaan. Welkom. Zo vet, hè? Eigenlijk lijkt het meer op een vergaderruimte dan dat het echt op een lounge zit. Ook. Dat is simpel, maar ja. Je hebt wel je eigen ruimte, dus op zich. Het is de grote zaal. Welkom bij de show van Noor. Ik hoop dat er niemand komt. Oké, let's go. Ja. Dames en heren, vanavond presenteer ik u Noor. Take it away. Dat was echt heel vet. Ik vond het echt geweldig. Nu kan ik me echt voorstellen hoe het is om hier zo te staan in eentje. Dat is echt insane. Ik heb ook eigenlijk nog één verrassing voor jou. Oh nee. Ja. Ja, ze heeft net natuurlijk lekker gespeeld. Ze staat nu nog even te babbelen met Iris. Maar ik ga nu Yannick halen. En dan hoop ik natuurlijk dat hij haar nog wat kneepjes van het vak kan bijbrengen. De man himself, Yannick Hiebat, is binnen. Ik ken Yannick echt al vet lang. En hij speelt niet alleen klassieke stukken, hij speelt ook gewoon... Jazz, soul, hiphop, alles. Alles speelt hij. Ik heb hem dus net gevraagd, speel wat als je binnenloopt, want wij gaan alvast naar binnen. En dan ga ik dus tegen Noor zeggen, Noor, ik heb nog één verrassing voor je. En dan moet je dus raden welk stuk dat is. Proberen? Let's go. Oké, let's go. Het is toch lekker aan het spelen. Het is toch goud. Noor, er komt namelijk zo dadelijk iemand binnen, maar jij moet zo dadelijk raden welk stuk die speelt. Ogen dicht. Oh ja, ogen dicht. Ze kent het. Hi! Yes, de verrassing is volgens mij geluk. Ik ken Yannick uit de scene waar ik zelf in zit. Nou wilde ik dus dat jij en Yannick gewoon even saampjes gaan zitten. Het lijkt me heel erg leuk om jou daar wat vandaag toch nog even wat van mee te geven. Yes, als je dat leuk vindt. Leuk. We gaan een beetje in groep zitten. Oké. Ik vond die viool zo interessant. Ik weet wat ze voor de kerst wil. Zijn er maar twee daarvan, Yannick? Yes. Kan je haar nog wat, bijvoorbeeld, een beetje onze... I'm in love with your body. Last night you were in my room. Nou, het zit er alweer op. Ja. Wat vond je ervan? Heel vet, echt heel vet. Ik had nooit gedacht dat ik hier zomaar even in een grote zaal zat te improviseren. Nee, echt niet. Ik vond het echt, echt awesome. Wat heeft hij je vandaag een beetje geleerd? Weet je wat je moet doen? Als je maar een paar akkoorden hoort, gewoon erop losgaan. Gewoon kijken hoe het floot. Wat vond je van Noorderkunst? Ja, te gek. Ja? Sowieso. Als dit de eerste keer was dat ze improviseerde, dan heb ik een probleem. Zo vet dit. Ik ga nog heel lang genieten van deze twee hier achter mij. Maar voor nu ga ik gedag zeggen. Vond je dit nou ook een vette aflevering? Wil je nou de volgende keer ook bijvoorbeeld naar een heel vet concert? Of naar een heel vet festival? Zet je belletjes aan, geef een dikke duim. En laat vooral weten wat je ervan vindt. En tot de volgende keer, Coke TV Backstage. Dankjewel voor het kijken.